Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Waarin dat we een gesprek gaan doen tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ik heb dit al eens eerder gedaan. Dus wellicht weten jullie al een beetje wat dat er de bedoeling is. We gaan dus 4 kaarten voor de mannelijke energie, hoor ik hier. Nog 2 kaarten mannelijke energie. Wacht, we zien dat hier op staat. Ja, voilà, zo. En nog 1 voor de mannelijke energie. Voilà. En dan nog 4 kaarten. Woef, er zijn hier al. 1, 2, 3. En nog eentje voor de vrolijke energie. Voilà. Ik heb ze niet gezien. Ik ga deze hier leggen, want ik weet hoe dat we die straks gewoon nodig hebben. En dan hebben we nog 1 kaart voor de connectie. Oké. Nog 1 kaart voor de connectie. En dat zijn er 2, maar ik zal ze nemen. Dan krijgen we aan de onderkant de Triumph kaart met art. En de 10 van wanten omgekeerd oppression. Oké, het is dus het einde van onderdrukking. Omdat zowel beiden leren om de verschillende elementen samen te brengen. Zoals je hier ook ziet. Heeft ze de beker vast en ze heeft ook de staven vast, hij of zij, want het is een examen. En dus, ik ben dus nu benieuwd wat de kaarten hier gaan zeggen. Maar dus wat merk, en dan zie ik dat deze kaart aangeeft, wat dat er eigenlijk ook in de video, het laatste video, naar boven kwam. Dus dat beiden eigenlijk verder aan het werken zijn in de richting om samen te komen in de richting van eenheid. En wat is er dan nu specifiek gaande in de connectie dat we moeten weten? We hebben de 3 van bekers met abundance. En we zien hier ook het Mercurius teken. Dus binnenkort, ik denk op 4 of 5 augustus, gaat Mercurius retrograden. En dan ook nu zitten we al in de schaduwfase. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die komende periode, dat wil zeggen tot half september, dat er een verhoogde kans is om overvloed te ervaren in de connectie. Dus vanuit de union, dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie gevoed wordt. En dus dat ze eigenlijk ook samen kunnen komen in het fysieke. Wat dan ook weer overvloed en abundance op alle andere vlakken teweeg gaat brengen. En wat krijgen we hier? De 7 van munten met failure. Maar die lag ondersteboven. Dus het is het einde van het gevoel te hebben dat dingen aan het falen zijn. Dat dingen niet meer lopen zoals ze moeten lopen. Oeh, dat is eigenlijk wel een mooie boodschap. Dan hier, wat hebben we hier aan de onderkant? Ah, oh, zien we dat er verstopt zit? We are coming into union. En wat ligt eronder? Oordeel niet, maar ga gewoon in overgave. Ik weet dat het triggerend is, of jou triggert. Maar vanuit een hoger perspectief is de energie aan het uitzuiveren en brengt ons dichter. En dat ligt ondersteboven. En met daaronder de union kaart. Dus ook weer een bevestiging van datgene dat er gaande is. En wat zien we nog? Ik ben bang dat iemand anders zal ontmoeten voor ik volledig klaar ben om bij jou te zijn voor altijd. Oké, dus dat zijn de laatste stukjes dat we nog aan het uitwerken zijn. Dat was de mannelijke energie, dat was de vrouwelijke energie. En dus gaan we nu in gesprek gaan. Wat zegt de mannelijke energie in eerste instantie aan de vrouwelijke energie? Dus dat is de kaart. Ik weet in mijn hart dat we samen zullen zijn, ooit op één dag. En dat helpt mij om te vertrouwen. Laat ons verder samen werken. Dat is een 8 kaart, ook een blauw kaart. Blauw doen we dan wel ik denken aan de blauwe vlam en dus het spreken van de waarheid. Dus voor degenen die geen communicatie tot nu toe gehad hebben, is dat ook een mogelijkheid. En dus de eerste volgende stap in de connectie. Wat staat hier nou? Oké, misschien dat er iemand is die stier is en... ik zie hier ook het teken van Saturnus. Saturnus is ook verbonden met steenbok. Dus misschien dat dat ook voor iemand een extra teken is.
Wat zie je? Onmiddellijk de spiegeling weer. Blauw, blauw. En wat zegt de vrouwelijke energie? Er is hier een les dat we verder aan het leren zijn. Dat we moeten leren. En 5 heeft ook te maken met transformatie. Dus met die ascensie. Oké. Oh, weer een blauwe kaart. Met een mooi paard erop. En wat zie je? Wat zegt hij? Ik moet... Dus de mannelijke energie zegt aan de vrouwelijke energie, ik moet traag vooruit gaan met deze connectie. Maar vertrouw erop dat ik vooruit stap. Ook al lijkt het dat ik dat niet aan het doen ben. We zien hier 8, 7. Dit is een 5. Wat zegt de vrouwelijke energie? Op zijn, weet dat ik traag vooruit ga en dat dat misschien niet zo lijkt in 3D, weet of dat zo is. Dan zegt zij... Ik wil jou gewoon vasthouden. Ik wil gewoon jou in mijn armen voelen en voelen dat onze lichamen samen smelten als, en onze energieën samen komen. Oké, okay, benieuwd wat hij daarop zegt. Wat zegt hij? Nog steeds in zijn blauwe kaart. Mijn hart is zich verder aan het openen voor liefde en leidt mij terug naar jou. Zie ook dat hier die dame heeft het rode aan en je ziet hier ook die rode kaart. Dus de mannelijke energie opent zich meer en meer voor de liefde dat tussen de twee energieën of de twee zielen stroomt. Wat zegt de vrouwelijke energie? Ik begin me meer te focussen op een missie en onze connectie is daar een onderdeel van. En dat is heel goed zodanig dat je de aandacht weghaalt van de mannelijke energie of van de connectie zelfs. En dus volledig en puur alleen focus op jezelf. Want in dat stuk waarin je actie neemt en focust op jezelf, geef je de ruimte om de mannelijke energie om een aantal zaken uit te klaren, een aantal zaken te leren. En van daaruit dan actie te nemen. Of te communiceren, zoals we hier zien. En wat zien we dan? Hij reageert ook met de roze kleur, met de roze kaart. En wat zegt hij? Ik ben het moe om fysiek van je weg te zijn. Ik probeer mijn angsten te transformeren, dus te processen, te verwerken, zodat ik terug samen kan komen of terug kan komen naar jou. Ik zie er ook die dame, dat ze ook gewoon op de grond ligt. Dus echt meer overgave dan dat, denk ik niet, dat je zou kunnen tonen. En ook mooi hoe die twee kaarten eigenlijk, de mannelijke energie, of die man, de figuur, gericht is en kijkt, de aandacht heeft en de focus geeft op de vrouwelijke energie. En wat zegt de vrouwelijke energie daarop? Mirrors, spiegels. Ik heb jou zien veranderen en groeien op zo'n grote manier en ik probeer mijn gehechtheid naar identiteit te veranderen, zodat ik ook kan mee veranderen en groeien en transformeren. En dat is een van de belangrijkste stukken dat we moeten leren, ook als je samenkomt en die union komt, een fysieke unie komt, dan nog gaat de mannelijke energie op een punt staan dat ze nog niet volledig in die divine masculine identiteit geankerd zijn. Er gaan nog dingen zijn dat zij op een heel andere manier aanpakken als de vrouwelijke energie. En dat is net helemaal perfect, want er is een reden waarom dat jullie allebei een andere energie belichamen. Want anders zou het er geen nood zijn om in dergelijke krachten energie op te splitsen in twee fysieke incarnaties natuurlijk. We gaan eens zien, wat hebben we nog? Wat kunnen we nog aan toevoegen? Ik vond het eigenlijk al een hele mooie boodschap. Oké, we hebben The Great Gathering. It's all coming together. Intuitive hits Soul Tribe. Dus, met andere woorden, omring je met mensen die weten waar je doorheen gaat. Mensen die begrepen wat het is, deze diepe zielsconnectie. En zodanig dat je niet ook nog eens extra moet gaan vechten of gaan opboksen tegen ideeën en overtuigingen van mensen die niet begrepen en die niet kunnen begrijpen omdat ze de lichtcodes niet hebben. Oké, ik dacht, het is maar 1, maar ik heb er 2. Oké, connectie en ja. Wat hebben we nog voor de mannelijke energie? De crumbling. What are you clinging on to? Ja. Oh, mannelijke energie, zeker. Dus ik heb die verkeerd gelegd. Dat is een vrouwelijke energie. Dit was voor de mannelijke energie. Want de mannelijke energie voelt natuurlijk dat er heel veel dingen niet meer werken. En heel veel dingen letterlijk in elkaar aan het vallen zijn. En dus dat maakt hen tegelijkertijd wel angstig. En
En daarom doen ze ook hun best, weten ze ook van, ik moet naar binnen gaan, ik moet focussen op mezelf, ik moet me openen voor die, ik moet. Ze voelen dat de weg is om hen uit het systeem te halen. En dat daar, achter die poorten, dat daar het leven ligt met de vrouwelijke energie. Ik ben verward, want meestal heb ik hier vrouwelijke energie en daar een mannelijke energie. Maar dus vandaag hebben ze mij in de war gebracht en het omgekeerd gedaan. En dat is ook oké. Okay. En wat is voor de union een belangrijke, of voor de eenheid en de connectie, nog een belangrijke boodschap? Weet dat je het al aan het doen bent. You are already doing it. Stop overthinking and keep facing your true north. Opnieuw dezelfde boodschap. Als je eenheid wilt, als je wilt samenkomen met die divine partner van jou, dan is het belangrijk dat je focust op je eigen noorden. Op je eigen punt waar je heen wil gaan, waar dat jouw leven, jouw droomleven eruit ziet. En geloof mij, de juiste partner gaat perfect in dat leven passen. Dan ga je ook dingen aanvullen bij elkaar. En dingen, bepaalde kwaliteiten en gaven zelfs gaan versterken. Dus ook daar blijf je visie houden. En verval niet in de dingen die je ziet, in 3D. Want zeker nu met Neptunus, dan gaan er nog meer dingen op je pad gegooid worden. Waardoor dat je heel hard en nog dieper gaat moeten. Vertrouwen op jouw intuïtie en dus niet op wat je ziet. En dat is een van de meesterlessen die we ook te leren hebben. Om te vertrouwen op wat we voelen in energie en niet op wat de anderen zeggen dat een feit is of het is bewezen of wat dan ook. Vertrouw op je intuïtie en op je systeem. We hebben als energie waar je mee kan samenwerken voor als je resoneert met deze video. Dat is deze kleur. Wacht, hoe moet ik dat nu houden? Ja, zo. Dus, ik moet eraan denken. Ik heb mijn bureau op een andere manier gedraaid. Waardoor dat een beetje zoeken is hoe ik de video's nu moet maken. Dus dit kan je mee samenwerken. Dus aardsengel zat keel met ecstasy. Dus wat maakt jou blij? Wat gaat jouw hart van springen? Waar krijg je energie van? Dat is ook een hele goede maatstaf. En dat zijn ook vaak aan klanten die met één op één werken. Van... als je iets moet doen en je wordt er moe van, dan is dat niet hetgeen dat je moet doen. Dan is het teken dat je daar geen energie voor vrij hebt. En dat dat niet iets is dat misschien helemaal zelfs niet voor jou is. Hier met deze kleuren kan je ook samenwerken. Je ziet, het is een soort van een regenboogvlam. En dat zal voor iedereen ook anders zijn wat dat er meer en welke hoeveelheid aanwezig is. Dus je kan perfect zeggen, ik roep de regenboogvlam aan om door me heen te stromen. Je kan vragen aan Arsene Ratzel. En retreat. Dus terug, ga naar binnen. Maak die verbinding met jezelf. Want ook daar, hier de kaart van de Great Gathering. Dat gaat niet alleen over fysieke mensen in je fysieke wereld. Dat gaat ook over jouw innerlijke leiding. En ik voel nog eentje. En dan gaan we het hierbij laten. Dat we de video niet te lang maken. Maar kort en krachtig. En aardsengel sandalfoon. Dus weet en vertrouwt. Dat alles wat je doorheen gaat, dat het te maken heeft met jouw evolutie, met jouw groei als ziel. En dus roep de geel-oranje vlam aan om door je heen te stromen. Je kan de hulp vragen van aartsengel Sandalfon. Aartsengel Sandalfon is de broer eigenlijk, of de spiel-energie van aartsengel Metatron, die verbonden is met het diamantenbewustzijn. En aartsengel Sandalfon is verbonden met de aarde, met de aarde-energie. Dus die kunnen jullie aanroepen. Ben je een tweelingvlam en heb je nood aan extra ondersteuning of je wilt inderdaad die groep mensen om jou heen die perfect weten waar je doorheen gaat, al is het maar gewoon om je hart te luchten en een keer je verhaal te vertellen, dan nodig ik je van harte uit in de groep, de supportgroep voor tweelingvlammen. Wil je een reading, dan kan je die ondertussen ook weer via de website reserveren. Je kan ook één vraag stellen en dat is een channeling dan. Waarbij je via mail of WhatsApp antwoord krijgt. En dan zijn er natuurlijk ook nog de cursussen waarvan dat je ondertussen, vermoed ik, wel op de hoogte bent. Tenzij dat de eerste video's die van mij bekijkt. Dan zou ik ook zeggen, zorg dat je ingeschreven bent, dat je subscribed, zoals ze zeggen in het Engels. Dat je mij een duimpje omhoog geeft en dat je de notificatiebel aanzet. Zo ben je op de hoogte wanneer er een nieuwe video aankomt, want ik post niet elke dag. Ik post wanneer dat er toe geleid wordt, wanneer dat in kan gepast worden. Nu had ik bijvoorbeeld nog wat tijd over, maar kon ik me niet meer concentreren om verder te schrijven aan mijn e-book. Dus dacht ik van, ik ga gewoon een video opnemen. Voilà.
Ik ga het hierbij laten. Ik ga de video nog opladen, zodat jullie er nu nog deze avond naar kunnen kijken. En ik wens je alvast een fantastische avond. Dag!